We zijn hier bij Mario Wijten. Mario rijdt een Fendt 800 serie en maakt gebruik van onze 550 multi-use alliansbanden. Mario, wellicht dat je een stuk kunt vertellen over waarom je deze banden gekozen hebt en een beetje ervaringen zijn. Ik heb deze banden gekozen omdat ik eigenlijk voor 95% op de weg zit. Ook een hele enkele keer in het veld. Ja, daar valt mij eigenlijk niks tegen, maar het ging mij vooral om het rijcomfort en ook het slijtagebeeld. Ik heb vroeger eigenlijk altijd gewoon gewone trekkerbanden gehad. Dat ging eigenlijk ook goed, alleen ik heb wel altijd gevraagd van, als ik een nieuwe trekker kocht, van zijn die ook al in blokprofiel, in dit profiel dan eigenlijk, in dat alliansprofiel. Toen ik deze trekker nieuw gekocht heb, waren ze er nog niet. En toen die, vlak voordat hij geleverd werd, toen waren ze er wel. Toen hebben we de levering iets uitgesteld en ja, toen zijn deze banden erop gekomen. En ze liggen er nu een kleine anderhalf jaar op en dat bevalt hem ontzettend goed. Het rijcomfort is beter, het geluid is ook aanzienlijk minder. Het slijtagebeeld, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen, maar in mijn gevoel is het wel ook gunstiger. Hij slijt ook egaal af. Dat had ik met die andere banden ook wel, maar met deze eigenlijk, je krijgt geen springeringen in het, in het rijden. In het veld doen ze eigenlijk verrassend goed, daar was ik eigenlijk best wel huiverig voor. Maar vorig jaar in de maïs hebben we ook een nat stuk, hebben we het gewoon geprobeerd en dat ging eigenlijk ook verrassend goed. Dus ik hoorde dan eigenlijk daarna, je kunt die banden tot 5,4 kun je mee rijden, dacht ik, of niet? 5,4 bar? Ja, klopt. Je kunt ze vrij hoog in spanning. Ja, daarom. Maar ik heb ze maar op 1,8 staan om toch zoveel mogelijk wegcontact te houden. En ook dat hij niet begint te springen. Te stijf worden, ja. Ja, ook het voordeel met rijcomfort, het dweilen op de weg is ook een stuk minder als met andere banden. Ja, daarom. Ik heb eigenlijk tot nog toe heb ik er geen spijt van in ieder geval dat ik ze genomen heb. Ja. Kun je wat zeggen over brandstofverbruik? Ja, ik heb er eigenlijk nooit zo bijgehouden. Ik heb hiervoor ook een 828 gehad, dus eigenlijk zou het allemaal hetzelfde moeten zijn. Het was eigenlijk precies hetzelfde type, alleen daar lagen dan die tractorbanden op. In mijn gevoel is het iets minder, omdat je kunt ook gewoon voelen dat het gewoon iets soepeler loopt allemaal. Ik denk dat het wel iets gunstiger is, maar ik heb het eigenlijk nooit echt goed bijgehouden. Wat vind jij nou een typische gebruiker voor dit soort banden? Ja, vooral voor wegtransport dan natuurlijk. En als je veel in de grondbewerking zit, dan weet ik het niet. Maar als je echt veel in het gras gebeuren en het transport gebeuren, dan zeg ik gewoon van, dan lijkt mij dit gewoon het beste wat er is. Ja, nu.